Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen, steeds harder. Toon ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Hier top, hier top, het Toonmeesters. Kom op, Beyblade, let it rip! De Toonmeesters, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Harder dik, harder grip, let it rip! Vorige keer in Beyblade. Nadat ze zijn binnengeglipt bij het Festival der Strijders, wordt Team Gengen Galaxy uitgedaagd door het elite team Excalibur. Team Gengen Galaxy weigert nooit een uitdaging, dus Jinga, Yu en Masamune lanceerden hun base tegen Wales, Sophie en Julian Conser. Het gevecht is heftig, maar Gengen Galaxy barst van zelfvertrouwen. Het lukt hun base Flame Libra, Ray Striker en Galaxy Pegasus om Team Excalibur tegen te houden. Maar het gaat mis wanneer onze helden erachter komen dat het allemaal te moeilijk voor ze is. Sophie lanceert een draaikolk waarin Yu's Flame Libra verdrinkt en hij is de eerste blader die het gevecht verliest. Wales en Sophie maken samen een grote vloedgolf, waardoor Pegasus en Striker ook bijna verslagen worden. Masamune en Jinga gaan nu ook samenwerken en breken door de vloedgolf heen, zodat het gevecht verder kan gaan. Julian Conser lanceert zijn Bay Destroyer en verrast erbij zowel Striker als Pegasus en het gevecht is voorbij. Excalibur heeft gewonnen. Zelfs nadat alle drie de base van zijn team zijn verslagen, belooft Jinga aan Julian dat het de volgende keer anders zal gaan. Daar zijn we weer, Van Hoeschel. De blauwe zee, de witte wolken, die heerlijke zon en het geluid van bladers met passie. Oké, we gaan maar eens flink trainen. We moeten werken aan ons groepsgevoel. Dan kunnen we Excalibur wel verslaan. Zodat we echt wereldkampioen kunnen worden. Ja! Iedereen is erg enthousiast. Ik vroeg me af hoe ze zich zouden voelen na hun verlies van gisteren, maar dat valt mee. Als we zo doorgaan, komt het allemaal goed. Oké, we maken eerst twee teams en oefenen hoe we kunnen samenwerken. Gaaf! Moeten we eerst beslissen wie met wie gaat spelen. Oh, we kunnen er natuurlijk om tossen. Oké, dat is goed. De twee winnaars en de twee verliezers worden samen een team, oké? Ja! Klaar? 1, 2, 3! Oké, nog een keer. 1, 2, 3! Gelijk. 1, 2, 3! Kom op nou, jongens, hou op! We doen het niet expres. Nog een keer. Oké, maar deze keer wel goed. 1, 2, 3! Ze weten echt niet hoe ze samen moeten werken. Dit wordt niet zo gemakkelijk. 1, 2, 3! Oké, dit gaat helemaal niet werken. Ja, laten we erom gaan vechten. Klinkt goed. Hé, wacht nou eens even. Nee, we gaan vechten. Hé! Huh? Dat is nou precies waar het om gaat, Jinga. Jullie moeten samenwerken als een team. Oh ja, je hebt gelijk. Oké, we zijn eruit. Jinga en Yu bij elkaar en Masamune en Tsubasa. Zo doen we het. Ga trainen. Luister, deze training gaat over hoe je samenwerkt. Dus je moet ervoor zorgen dat je je krachten bundelt als je vecht. Snappie? Ja, we begrijpen het. Ja, we snappen je. Geweldig als dat zo is. Oké, daar gaat hij. 3, 2, 1, let it rip! Daar ga ik! Pegasus, sterrenstoot aanval! Ja, nu al? Hij gebruikt meteen zijn special move. Libra, val Eagle aan! Wat ben je toch allemaal aan het doen, Jinky? Dat was gevaarlijk! Ik was al met Eagle bezig voordat jij ertussen kwam. Zorg nou maar dat jij in mijn buurt blijft. Ik dacht dat je op Striker afging, niet op Eagle. Dat moet je wel eerst tegen me zeggen. Dat kon je toch weten? Ik kan geen gedachten lezen. Ha, dit is mijn kans. Moet je zien wat je doet. Je gaat eraan.
Hier komt mijn special move. Flitsende zwaardvlam. Pas goed op, Jinky. Libra. Mooi. Go Striker. Pegasus. Libra. Eagle. Oh. Metalen vleugelslag. Wat? Wow. Dat scheelde weinig. Ja, heel weinig. Wat was je van plan, Tsubasa? Hé, wat? Wat bedoel je? Houd daarmee op! Wilde je soms Striker ook uitschakelen? Oh, ik kan hier niet langer meer tegen! Oh! Libra, rampspoedstoot! En doe het nu! Nee, stop daarmee! Wil je soms dat Pegasus ook geraakt wordt? Maakt me niet uit, als het nu maar ophoudt! You! Oh! Pegasus! Zie je nou wat je doet, Jinga? Nou, lekker dan. Eagle, nee! Hey, ik zit in jouw team, weet je nog? Wat maakt dit uit? Dat was hiervoor, Tsubasa. Oké, als het zo moet, ga ik ook doen wat ik zelf wil. Ik ben de beste, hoor je me? Stop ermee, you! Ik stop jullie allemaal! Doe allemaal even normaal! Huh? Waar zijn jullie toch mee bezig? Jullie zouden gaan oefenen om samen te werken. Waarom vechten jullie dan tegen elkaar? Ja, Jinky, waarom doe je dat? Oh ja, jij begon ermee. En Tsubasa hier doet gewoon wat hij wil. Ik weet niet waar je het over hebt. Het is allemaal Jinky's schuld. Kijk eens in de spiegel, you. Jij hebt gewoon een veel te groot ego. Wat heeft dat ermee te maken? Jouw haar ziet er niet uit. Ga weg, you. Nee, stop, kom. Stop daarmee. Goed! Luister naar mij of stop ermee! De training, het wereldkampioenschap, stop er maar mee! Op deze manier gaan jullie nooit van het Europese team winnen! Het is afgelopen! Team Gengen Galaxy bestaat niet meer! Wat? Hey Madoka, wacht nou eens even! Bekijk het maar! Maar wat doen we nu? Als ze echt zo kwaad is, gaat ze het team misschien wel opheffen. Dit is niet goed! Als ze dat doet, worden we nooit wereldkampioen! Jinky? We kunnen maar één ding doen. Onze excuses aanbieden. Hallo? Madoka, alsjeblieft, luister nou. We zullen deze keer echt gaan oefenen, oké? We hebben wat lekkers te drinken. En een mandje fruit. Dit is niet goed. Ze was wel heel erg kwaad. Dit betekent dat ze het team heeft opgegeven. Is er nou niks wat we kunnen doen? Wat is er? Jullie kijken net alsof er iemand overleden is. Wow. Tashan. Jiyun. Zhaoxin. Yo. Meimei. Dat is lang geleden, jongens. Wat doen jullie hier allemaal? We zijn hier voor jullie natuurlijk. Echt waar? Waarom? Woorden van jullie gevecht bij het Festival de Strijders. Jullie hebben toch van het Europese team verloren? Hebben jullie dat nu al gehoord? We hebben het 4000 jaar oude Chinese informatienetwerk, weet je. Is er iets in China niet 4000 jaar oud? We dachten dat jullie wel wat steun konden gebruiken, dus we komen jullie helpen. Ze bedoelt dat wij jullie komen steunen. Als er iets is waarmee we jullie kunnen helpen, horen we dat graag. Zijn jullie daarvoor hier naartoe gekomen? Dank namens ons allemaal. Je moet het niet zien als een cadeautje. We doen dit niet voor jullie. Wat bedoel je daarmee? Als wij jullie verslaan, nu jullie teleurgesteld zijn vanwege dat Europese team, is dat toch niet leuk? Als jullie niet op je sterk zijn en wij verslaan jullie, stelt dat niks voor. We willen de stand weer gelijk trekken op onze voorwaarden. Waarom is dat belangrijk? We hebben nog steeds een kans dat we een wildcard krijgen. Wat is een wildcard? Het Beyblade Wereldkampioenschap heeft een systeem waarbij de teams die in het eerste en tweede ronde verloren mogen meedoen aan een ander toernooi. Het team dat dat toernooi wint mag dan weer meedoen aan het wereldkampioenschap. Ik snap het. Het is een soort herkansingsronde. We hebben het eerste gevecht al gewonnen. We zijn van plan om te blijven winnen en weer mee te doen aan het wereldkampioenschap. En deze keer zullen wij Wang Huxiong gaan winnen. Gaaf! Dat is een goed plan, zeg! Behalve dan dat ons team natuurlijk ook het toernooi wil winnen. Roep dat maar niet te hard. Huh? Met dat ongeorganiseerde team dat we net gezien hebben, gaat het echt niet lukken. Ja, maar... En behalve dat kan ik niet geloven dat jullie meedoen aan het WK en niks weten van die wildcard. Jullie zijn echt nog maar beginnelingen, of niet dan? Zijn ze nou beginnelingen? Ze bedoelt dat we bijna nergens wat vanaf weten.
Maar we hadden ons kwalificatietoernooi net voordat we weggingen. Dus we hebben weinig tijd gehad om precies te kunnen weten wat er allemaal kan met dit wereldkampioenschap. Maar jullie vriendin Madoka zou het toch allemaal moeten weten? Nu je het zegt, waar is Madoka? Nou, weet je, ze is... Oh, dus jullie hebben het flink verknald, hè? Geef niks hoor, laat het maar aan mij over. Aan jou? Ik zal maar oppassen. Ze is echt heel erg kwaad op ons. Onderschat niet hoe kwaad ze is. Ze maakt je echt helemaal gek. Komt goed. Vertrouw me nou maar. Ah, jullie snappen het ook echt niet. Hè? Hoi, hoe gaat het, Madoka? Lang niet gezien. Ciao, Shen. Wat doe jij nou weer hier? Ach, ik wil gewoon even met je praten. Dat mag toch wel? Het zijn ook eigenlijk maar domme kleine jongetjes. Dat weet ik. Je kunt ze ook helemaal niks zelf laten doen, hè? Inderdaad. Iemand moet op ze letten. Ze zijn er maar net uit de luiers. Wat zijn die twee naar binnen toch allemaal aan het doen? Bedankt voor je advies, Chao-Shen. En weet je wat? Je ziet er geweldig uit als je lacht, Madoka. Te geloven. Nu is ze ineens weer ontzettend vrolijk. Is dat ook een Chinese tactiek van 4000 jaar oud? Die gladde praatjes van hem werken wel, zeg. Hé, jongens. We gaan weer trainen. Chao-Shen en zijn vrienden willen ons ook graag helpen. Dus kom op! Oké! Dus dat noem je Chinees teamwork van 4000 jaar oud. Al zouden we een hele dag trainen, kunnen we dit nog niet nadoen. Dat lijkt me nogal... Onmogelijk! Het is moeilijk, jongens. Je moet eerst leren lopen voordat je kunt rennen. We willen jullie best wel iets leren wat gemakkelijker is als jullie dat willen. Wat willen jullie van ons? Waarom laten jullie ons dit zien? Om je te pesten, daarom! Niet aardig! Oké, is iedereen er klaar voor? Mooi. We beginnen met de speciale 4000 jaren oude Chinese groepstraining. De eerste oefening. Probeer tegelijk met elkaar te rennen. Waarom moet ik met jou? Hou je niet in voor mij, Tsubasa? Huh? Dat zou ik nooit doen, dat weet je. Oké, op je plaatsen, jongens. Klaar? Stop! Wat doe je nou, Masamune? Wat doe jij nou? Volgens mij moet er nog heel veel gebeuren voordat zij een team zijn. Geen enkel probleem. Toen wij begonnen, ging het ook precies zo. Huh? Dat klopt. Maar na heel lang werken en zweten werden we langzaam een perfect team. Perfect, zeg je? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Is het zo oké? Ja, gewoon steeds in de maat blijven lopen. Ze beginnen het al aardig door te krijgen. Ja, je hoeft je geen zorgen te maken. Ze beginnen het door te krijgen. Het verbaast me dat ze zo snel vooruit gaan. Ze konden natuurlijk al best veel toen ze eraan begonnen. We gaan verder naar de volgende fase. Huh? De volgende fase? Ze moeten vechten. Daar gaan we! 1, 2, 3! Oké, dus ik ben met Jinga. En ik met Tsubasa. Oké, maar deze keer wel samenwerken als je vecht. Wat? Oké! Heel mooi. We beginnen. 3, 2, 1. Let it rip! Ga nu, Striker! Wat? Ik heb je. Hey, Serapa is eigenlijk mijn tegenstander. Ha, wie het eerst komt, wie het eerst mouwt. Geef niet op, Pegasus! Denk snel. We kunnen het niet hebben dat je mij straks gaat vergeten. Het duurde 4000 jaar om deze move perfect te maken. Dat is de Nijptang-aanval! Dat scheelde weinig. Wat ben je toch allemaal aan het doen, Jinga? Huh? Dat was toch niet mijn schuld? Zo gaat hij goed. Hou vol. Ga zo door, Eagle. Libra, goed uitschool. Oh. Ja,
als je mij ook had geraakt? Wat dan? Huh? Huh is geen antwoord. Wat maakt het uit? Je kon hem makkelijk ontwijken. Oh, jij kleine. Kom op, daar gaan we mee mee. Ja. Grote bergenformatie. Dat gaat jullie mooi niet lukken. Oh, Libra! Een duo-aanval. Ha! Hemel en aardeformatie! Kijk uit, Eagle! Huh? Waar zijn jullie nou mee bezig? Jullie hebben echt nog niks geleerd. Huh? Zeg eens eerlijk, was die overwinning op ons gewoon geluk of wat? Serieus, wat een grap. Denken jullie nou echt dat je wereldkampioen gaat worden op deze manier? Als dit alles is, verslaan we jullie wel heel gemakkelijk. Geloof me. Het is belachelijk dat jullie zelfs meedoen aan het toernooi. Wij worden de wereldkampioen in plaats van jullie. Wat? Hoe bedoel je? Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar op dit moment heeft Ashan gelijk. Jenga? Op dit moment maken wij geen kans om de beste van de wereld te worden. Om een team te worden moeten we jaren trainen en discipline krijgen. Het is onmogelijk om alles wat we zouden moeten weten in één dag te leren. Maar jongens! Wij geven niet op. Nu zeker niet. We hebben te hard gewerkt om onze dromen zomaar op te geven. Hij heeft gelijk. We geven onze droom niet op. Nu niet en nooit niet. Wij zullen niet buigen voor Excalibur. Die boeven zullen nooit winnen. Zie ons vechten. Wij zullen de allerbeste zijn. Wat een team. Het lijkt erop dat jullie weer terug willen vechten. Huh? Maar wij, Wang Huxiong, worden nummer 1 van de wereld, begrepen? Rock Giraffa! We zullen niet verliezen. Pegasus! Leuk geprobeerd. Masamune, jouw beurt. Ik kom al. Oh nee, Virgo! Jenga! Ja! Heel mooi, Jenga! Jij ook, vriend. Het gaat nu echt veel beter. Grote bergenformatie! Huh? Doe het nu, Joel! Oh, ik heb hem! Lacerda! Go! Wat voor een combinatie was dat? Fantastisch! Ze beginnen nu vanzelf samen te werken. Ze willen wel de beste zijn. En hun wens om Wang Huxiong en Excalibur te verslaan heeft ervoor gezorgd dat het nu allemaal samenkomt. Blijf ze vooral aanvallen. Dit lijkt meer op het team dat ik me herinner. Het verbaast me dat ze zo snel kunnen samenwerken. Ik ook. Maar als het op samenwerken aankomt, zijn wij nog steeds de beste. We zullen jullie laten zien wie het beste team is. Oké, we pakken ze. Nu meteen. Ja! Special move. Lacerda! Stormachtige wervelwind zwaard! Kom op dan! Eagle duikvluchtslag! Daar gaan we! Libra, rampspoedstof! Oké, Virgo. Blauwe draak, wervelwind zwaard! Rock Giraffe! Stormzoeker! Kom op, Striker! Flitsende zwaardvlam! Special move, Pegasus, sterrenstoot, aanval! Iedereen heeft een stadium out? Het is gelijk. Dat was een mooi gevecht. Huh? Jullie waren helemaal niet slecht. Jullie werkten heel goed samen. Jullie leren snel, zeg. Als jullie blijven samenwerken, worden jullie nog sterker. Ja, ik word wel sterker, want alles waar ik me mee bezighoud heeft succes. Ik heb ervoor gezorgd dat het voor jou makkelijker werd. Dus je mag me best bedanken, Jenga. Huh? Luister, jongen. Ik heb dat juist allemaal voor jou gedaan, oké? Het was voor mij ook moeilijk om me aan te passen aan Tsubasa's manier van vechten. Huh? Want zoals we allemaal weten, is Tsubasa nogal eigenwijs. Wat? Moest jij nodig zeggen, Yu? Hou op! Jullie zijn nog echt helemaal niks veranderd! Oké, luister naar mij.
Ons team zal terugkeren naar het wereldkampioenschap, begrepen? Huh? We zullen niet verliezen totdat we opnieuw tegen jullie vechten. Yeah. Dus blijf winnen en dan zien we elkaar in de finale en beslissen dit gevecht voor eens en altijd. Ja, reken er maar op, Dashaan. We zien jullie daar, oké? Okay? Ja, geen enkel probleem. Madoka, huh? Weet jij misschien al wie jullie volgende tegenstander wordt? Een momentje. Even kijken. Blijkbaar spelen we tegen de winnaar van het gevecht tussen Team Chandora en Team Wildfang. Team Wildfang? Huh? Ken jij hun al? Ik heb van ze gehoord. Ook al leek het dat ze uit het niets kwamen, dat team won het Afrikaanse toernooi met veel gemak. Als ik het me goed herinner, gebruikt hun leider een leeuw. Ze zeggen dat hij vecht als een leeuw, zoals de koning van de jungle het zelf zou doen. Hij vecht net als een leeuw? Zou hij het kunnen zijn dan?